Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Copa TV. Het is alweer de laatste dag van de Egon Copa Amsterdam. En vanavond zitten aan tafel Martin Koolhoven, bekende regisseur en ook Ajax-fan. En Daniel Dekker, voorzitter van de supportersvereniging. Heren, welkom. Hebben jullie al wat kunnen zien van het toernooi? Nou, ik heb net even een beetje rondgelopen en het ziet er weer heel mooi uit allemaal. Ja, ik was het afgelopen weekend nog niet hier in Nederland, dus ik ben vandaag pas weer teruggekomen. Nee, je was in Zweden voor het Songfestival, hè? Ja, ik was om Anouk een beetje aan te moedigen. En ja, dat is toch wel aardig gelukt. Een beetje een PSV-achtige positie hebben we gehaald. Ajax zou het er niet voor doen, maar goed. Voor het Songfestival was het een bijzonder goede prestatie. Ja, en voor Den Haag toch leuk in het linkerrijtje. Precies, daar staan ze anders nooit, dus daar was ze zelf ook heel blij mee. Ja, nou dat is in ieder geval mooi. En Ajax, ik weet niet, u bent voorzitter van de supportersvereniging. Kijkt u elke thuiswedstrijd? Ja. Ik probeer alles zoveel mogelijk te volgen natuurlijk. Ja, uit wedstrijden heb ik helaas veel te weinig tijd voor om daar naartoe te gaan. Maar dan zit ik of voor de televisie of ik probeer het op een andere manier te volgen. Maar thuis ben ik eigenlijk altijd. En hoe vaak kijkt u naar Ajax? Normaal gesproken iedere week. Niet meer in het stadion. Ik had altijd een seizoenkaart, maar sinds kleine kinderen is dat erg lastig geworden. Dus ik ben nu heb ik een abonnement, zeg maar. En dan kijk ik daar en dan wacht ik tot de tijd dat ze oud genoeg zijn om met het stadion mee in te gaan. Is de leeftijd dan ongeveer? Wanneer ze, ja, weet niet, hoe oud vind jij dat je mee kan nemen? Nou ja, ik heb een kleine neefje, die is al een paar keer mee geweest toen hij 5 was. Alleen ja, dan gaat hij in de 20e minuut, gaat hij toch een beetje lopen. Ja, precies. Nee, ik moet nog een paar jaar wachten. De oudste is 5, dus... Maar ze zijn wel allebei voor Ajax. Ze zeggen van wel, maar of ze nou heilig weten wat ze ermee bedoelen, dat vraag ik me af. We hebben hier dit weekend ook gekeken naar de A1 van Ajax, de jeugd die hier gespeeld heeft. Ging wat minder. Hoe vinden jullie dat het bij de jeugd aan toe gaat in de Ajax nu? Nou, het is niet zo dat ik heel erg op de hoogte ben van wat daar allemaal gebeurt. Dus ik krijg zo af en toe wat te horen, ik zie heel af en toe wat. En ja, je hebt er toch een soort gevoel bij door alles wat er de laatste jaren gebeurd is. En ik heb wel het idee dat het heel goed gaat. Niet in de A1 direct. Ik geloof dat een beetje een mindere, nou ja, dat bleek hier ook wel geloof ik. Die hebben niet zo goed gedaan. Een mindere generatie is, maar daar zijn ze eigenlijk driftig voor aan het inkopen geweest. Dus ik ben heel benieuwd wat dat is. Maar daaronder, daar hoor ik dat daar wel veel goede spelers rondlopen. Ja, we moeten eigenlijk meer bezig gaan houden met het inkopen van spelers. Is dat belangrijk? Op jonge leeftijd? Nou, überhaupt gewoon, want de focus ligt nu toch veel ook op het zelf opleiden. Ja. Nou kijk, je kan gewoon niet concurreren met de grote clubs uit Europa als het gaat om het kopen van talent. Dat kun je nog wel op het moment dat ze jong zijn, dus dat doen ze nu ook. Alleen ja, uiteindelijk zit daar ook altijd een risico aan. Je weet niet of dat de echte top wordt. En als zij, het kan ook zijn dat ze op het moment dat ze echt top zijn, dat ze dan alweer weggaan. Dus er zal altijd wel wat aangekocht moeten worden. Maar ja, dat moet je gewoon heel voorzichtig en slim doen. Dus ja, wat vind jij ervan? Nou, volgens mij gebeurt dat ook. Er worden nu jonge leeftijdsspelers naar de jeugd van Ajax gehaald om ze op te leiden. En dan heb je er nog een paar jaar plezier van. Dat is een zwaar bedachteliggende gedachte en daar kan je er nog iets mee. Want het is een utopie en dat geef jij ook al aan, dat je die spelers lang kunt houden. We zien dat nu met Christian Eriksen, die is 21 volgens mij. Ja. En die is nu al op een niveau dat grote clubs in Europa zijn die hem heel graag willen inlaten. En misschien is hij ook wel, ja, het doet pijn in mijn hart om dat te zeggen, misschien is hij ook wel aan toe om die volgende stap te zetten. We willen natuurlijk heel graag allemaal dat hij bij Ajax blijft. Maar kijk, wij hebben natuurlijk, ik denk dat ik daar ook niks geks mee zeg, we hebben hier best wel een spannende en leuke voetbalcompetitie. Maar in die buitenlandse competities waar Eriksen bijvoorbeeld nu aan toe is, daar wordt die weerbaarheid veel meer getest. Ja. Dus, daar gebeurt veel meer waarbij zo'n speler zich ook kan ontwikkelen tot een topvoetballer. En dat kan in Nederland bijna niet meer. Dat is heel jammer. En dat heeft te maken met wat Martin ook zegt. Dat heeft gewoon allemaal met geld te maken. Ja, nou ja, ik denk niet alleen. Het is ook zo dat je hoopt dat Ajax een niveau hoger gaat komen doordat ze zelf die spelers opleiden. En als ze een niveau hoger komen, dat betekent dat ook dat ze waarschijnlijk dan beter gaan presteren in Europa. En dat ze dus daar dan meer tegenstand krijgen. En dan hoop je dat over een paar jaar spelers als Eriksen nog net even 1 of 2 jaar langer blijven. Want eigenlijk vind ik dat je spelers tot hun 23e zou moeten, dat moet de ambitie zijn om ze minimaal tot hun 23e te houden. Ja, je hoopt dat zo'n team bij elkaar blijft in Europa, zoals we natuurlijk een keer eerder hebben meegemaakt, in de 90e jaren, om daar dan toch een topprestatie in te zetten. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. Ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar
bijvoorbeeld 1995, dat is natuurlijk voor een Bosman-arrest geweest. Ja. Maar toch, als je kijkt hoeveel spelers daarin zaten die eigenlijk pas één of twee seizoenen in het eerste speelden, dat waren er best wel een aantal. En dan aangevuld. En toen zijn ze natuurlijk ook spelers kwijtgeraakt. Ook een Jonk en een Bergkamp die vertrokken zijn van het oorspronkelijke elftal. Precies, dus, ja. Alleen wat toen heel belangrijk was, ze hadden een speler als bijvoorbeeld Liedmanen, die net even wat langer erbij zat en die was wel heel erg goed. De vraag is of je zo'n soort speler nu nog zou kunnen hebben. En natuurlijk iemand als Rijkaard die terugkwam. En dat is, daar moet je op hopen dat natuurlijk ook gebeurt. Ja, dan zou je bijvoorbeeld nu in deze situatie kunnen zeggen, nou had Vertonghen nog moeten blijven bijvoorbeeld. Ja. Want die zou dan de Rijkaard zijn van nu dan. Nou, maar je moet het vanuit het perspectief van zo'n speler. Als je eigenlijk kijkt nu naar Eriksen, die kan naar waarschijnlijk een club als, noem eens iets, Liverpool of zo. Ja. Maar stel je nou voor dat Ajax een hoger niveau zou hebben dan dat ze nu hebben. En dat hij nog één of twee jaar langer zou kunnen blijven, dan zou hij misschien ook wel naar de echte top kunnen. Dat hoop ik natuurlijk ook, dat die spelers blijven en dat ze niet bij een wat mindere middenmotor, bijvoorbeeld van Everton of... Ja, wat je nu met Anita, weet ik veel. Als ze daar op de bank zitten, want dan spelen ze niet. Ja, dan moet zijn voorkomen. Je hebt je in het verleden eens kritisch uitgelaten, ook over de fluwele revolutie. Hoe kijk je daar nu naar? Ik heb me niet kritisch uitgelaten. Ik heb me toen genuanceerd uitgelaten, maar we waren toen in een soort mediastorm waarbij het helemaal niet kon om je ongenuanceerd op te stellen. Je was of voor of tegen. Ja. En als je in het midden zat, dan was je dus tegen. En er was toen nog niet zo heel erg veel over de exacte plannen bekend hoor. Het was alleen bekend dat Johan Cruijff zich met Ajax ging bemoeien. En daar was ik heel erg blij mee. Ja. Alleen, ik heb alleen wel gezegd dat ik wilde weten wat het dan inhield. Ja. En pas nu, het laatste jaar, zijn we allemaal op de hoogte van wat dat dan precies inhoudt. Hè. We hebben een mooie presentatie gezien van de jeugdopleiding, de individuele skills. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar het heeft ook allemaal heel veel tijd nodig, want dat zien we natuurlijk. Want we hebben het net over de A1. Je moet nu eigenlijk een lichting overslaan om te komen waar we willen komen. En naast het volgen van het voetbal zelf, waar bent u in uw functie nog meer mee bezig als het gaat om Ajax? Nou, niet zoveel eigenlijk. Ik bedoel, ik ben voorzitter van de supportersvereniging, we hebben 92.000 leden. We hebben een organisatie, het is eigenlijk, we hebben een directeur, er zijn 11 mensen in dienst. Dus ik hoef me daar niet dagelijks mee te bemoeien. Wat ik doe samen met mijn bestuursleden is beleid uitzetten om Ajax voor de supporters nog beter op de kaart te zetten, evenementen te organiseren, voor supporters op te komen. We zijn met gemeentes in gesprek voor wedstrijdoverleggen, uitwedstrijden. We proberen die uitwedstrijden en het uitbezoek van wedstrijden weer te normaliseren, want daar zijn dingen goed mee mis. We gaan niet meer naar Den Haag, we zijn niet meer bij Feyenoord. We hebben met Utrecht natuurlijk allemaal gesodemieten gehad. Daar maak ik me best wel zorgen over. En wat proberen jullie daar dan aan te doen? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, met elkaar in gesprek te gaan, met de clubs, met de overheid, met de supportersgroeperingen. Om te kijken hoe we dat toch allemaal in stand kunnen houden, ook naar buiten toe. Want de publieke opinie is daar natuurlijk al lang klaar mee. Dat er 1500 NE'ers moeten worden ingehuurd in het weekend om 800 mensen op de tribune te krijgen. Ja. Daar gaat natuurlijk nergens meer over. Nee. En daar ben ik ook heel erg voor om dat zo snel mogelijk af te schaffen en gewoon weer vrij vervoer toe te staan. Want ik denk dat als je voetbalsupporters gewoon in gang laat gaan, dat er helemaal niets gebeurt feitelijk. En dat gewoon de mensen die structureel het vertrouwen zijn, die moet je gewoon oppakken en straffen. En dan zijn we waar we wezen moeten. Ja, maar hier zit een grote club met leden voor. Alleen die zijn niet lid van de vereniging, zoals bij bijvoorbeeld Borussia Dortmund, Bayern München, Barcelona het geval is. Is het ook iets waarvan u denkt misschien zouden we daar iets aan kunnen aanpassen, dat de leden toch ook meer directe inspraak krijgen in het beleid? Ja, dat hebben ze, want wij zijn eigenlijk net zo georganiseerd als onze grote moeder of vader, als ik het zo wil noemen. Want we hebben een ledenraad, iedereen kan zich daarvoor opgeven. Ook wij worden gewoon gecontroleerd en herkozen. Dus wat dat betreft hebben de leden direct invloed. We hebben net weer een ledenraadsverkiezing. En daar kan ieder individueel lid zich voor opgeven. En dan praten ze mee over hoe het verder moet met de sportsvereniging. Als je het over invloed hebt, kan je een voorbeeld geven van iets waar de sportsvereniging invloed heeft laten gelden? Nou ja, bij huldigingen, bij de ontwikkelingen die er nu zijn binnen Ajax, bij de directie. We hebben natuurlijk ook aangegeven dat we met een aantal mensen niet meer verder wilden. Dat hebben wij niet alleen gedaan, maar ook andere supportersverenigingen. Of AFCA Supportersclub bijvoorbeeld, daar hebben we samen in opgetrokken. Dus
ja, het is niet zo dat men dan denkt, nou, als Dekker belt of als de AFCA Sportsclub iets op een site zet, we zullen de Riek van de Bogers eruit gooien. Zo weet het natuurlijk niet. Nee. Maar het is wel een proces waar je dan met z'n allen ingaat en waarbij je zegt van jongens, misschien moeten we, en niks ten nadele van Rick hoor, want dat wil ik hier helemaal niet mee zeggen. Maar het gaat erom dat je dan op een gegeven moment in het traject komt, dat je meepraat over hoe het verder moet. En we zijn nu, denk ik, in een situatie gekomen dat er weer rust is bij de club en dat iedereen weer op de goede plek zit en dat er eensgezindheid is. Nou moet ik ook wel eerlijk zeggen dat ook de successen daar wel bij helpen natuurlijk. Als je drie keer op rij kampioen wordt, dan vindt iedereen het ook wel best natuurlijk. Ja, iedereen tevreden, ja, zeker. Bent u lid? Nee. Van de AFC Sports? Ja, van de Sports. Ja. Sportvel. Dus je bent lid van de AFC Sports Club? Ja. Oké. En wat voor voordelen heeft dat? Dat ik wel eens ergens naartoe ben gegaan waar op een gegeven moment Jonk en Cornuiten kwamen uitleggen. Dat is eigenlijk, het is niet, ik ben daar verder niet heel erg actief mee bezig. Ja. Nee. Ja, want we spraken eerder ook al met Jack Spijkerman en Victor Arnier. En die zeiden ook van, het is toch mooi om dat soort mensen mee te maken. Maar je wil ze niet te vaak zien, want het blijft wel nog een soort van je helden. Dus het moet niet normaal gaan worden. Voetballers bedoel je? Ja. Dat herken ik wel een beetje. Want ik ben zelf natuurlijk filmregisseur, dus heel veel beroemde mensen, ze bekende Nederlanders zijn voor mij gewoon redelijk normaal, die ken ik gewoon. Ja. Maar als ik op de foto kan met Frank de Boer, en dat is wel een paar keer gebeurd, dan hang ik hem wel thuis op. Dan had ik dat wel een andere scene. Dat vind ik wel stoer. Ja. En hoe is dat voor jou? Nou ja, bij mij is dat net anders, omdat ik bij de omroepen, ik heb een radioprogramma, dan heb ik Whitney Houston twee keer ontmoet en Madonna een handje gegeven. Ja. Maar als ik Frank de Boer zie of met voetballers, is dat toch net weer anders dan als Martin dat opschrijft. Weet je wel. Het is geen heldenverering of zo. Maar het is wel dat je daar dus echt fan van bent. En het andere is gewoon je werk. Ja, want je bent geloof ik ook lid geweest van de commissie Cornell destijds. Hoe kijk je terug op die periode en dat rapport? Nou, dat is ook een beetje wat jullie net aangeven. Weet je. Ik werd daar plotseling voor gevraagd door de toenmalige voorzitter John Jaken, die iets had, denk ik, van misschien moet er ook wel een supporter bij zitten. Ja. En ik heb dat gedaan, omdat ik dacht dat ook goed was en dat ik misschien bijdrage kon leveren en misschien ook omdat ik er wel wat van kon leren. En ik moet ook zeggen dat ik er heel veel van geleerd heb, want er staan natuurlijk een aantal hotshots daar aan tafel. Uri Coronel, Joop Krant, Sally Menso, Reinie van Danzig, de man wat met Rocher van Bokstel. Theo van Huisboden geloof ik ook nog. Ja, Theo van Huisboden was daar ook nog bij. Daar heb ik ook met Theo een heel leuk contact aan over gehouden. En het was zeer leerzaam, want dat zaten ook een aantal mensen aan tafel die gewoon heel veel verstand hebben van voetbal en van de organisatie rond voetbal. Dat heb ik helemaal niet. Ik moet aan de andere kant wel zeggen dat er ook wel dingen boven tafel kwamen waar ik wel stil van werd, waar ik ook van schrok en waarvan ik dacht van, dit wil ik helemaal niet weten als supporter. Ja. Dit vind ik gewoon eigenlijk kloten om te horen. Nou ja, ik heb toen iets moeten tekenen dat ik daar nooit iets over zou zeggen, dus als jij nu zegt zoals, maar ik kan wel iets algemeens zeggen, dat er lijsten op tafel kwamen van spelers die zijn aangekocht, hoe die spelers gescout zijn. Hoe onzorgvuldig eigenlijk daarmee om is gegaan, hoeveel geld er is uitgegeven. Dus voornamelijk gebrekkigheid eigenlijk. Ja, heel veel fouten die er zijn gemaakt waarbij je dan denkt van en dat zeg ik helemaal niet om daar nou verkeerd mee over te komen, maar die je bij de supportersvereniging nog niet eens zou maken. Nee, en dat je dan denkt bij een beursgenoteerd bedrijf, hoe je zit onprofessioneel over moet komen. Precies, dat je dat schrik je gewoon. Dat herken ik wel, op het moment dat je gaat ervan uit dat is een groot bedrijf, dat is allemaal picobello geregeld. Ja, grote man. En dan hoor je echt dingen dat je denkt van dat zou in ieder ander bedrijf zou dat gewoon totaal niet mogelijk zijn. Dat is natuurlijk ook het gekke van een club als Ajax. Dat waar emotie en waar allerlei dingen spelen, die gewoon in een gewoon bedrijf natuurlijk, is dat niet aan de hand. Maar je merkt het geloof ik ook tijdens het rapport dat mensen hun verklaring afgaven in vertrouwen aan de commissie. En dat er vervolgens bij andere beleidsbepalers weer op tafel lag en dat ze dan volgens de ook werden aangesproken. Is dat ook iets dat dan vervelend is voor jou als commissielid? Nee, dat vond ik niet vervelend. Weet je. Dat komt voor rekening van die mensen zelf natuurlijk. Ja. Ik ben alleen wel heel blij. Kijk, het is goed dat het gebeurd is, want daarmee zijn er een heleboel dingen over die 10 jaar die toen onderzocht is over de club op tafel gekomen. En die zijn daarna wel verbeterd. Nog niet helemaal direct, want ik denk dat we nu... Zijn er veel punten die verbeterd kunnen worden nu nog? Daar zijn we natuurlijk nu mee bezig om gewoon weer een topclub te worden. En ik geloof daar ook wel in dat dat kan. Maar ook dat heeft tijd nodig. Maar nu worden dingen veel beter uitgelegd ook aan de supporters. Ja. Voorheen was het gebeurde het allemaal een beetje dat wij met z'n allen dachten van is het wel zo? En vertrouwen we die man of vrouw wel? Ja. En we hebben nu een paar gesprekken gehad met de nieuwe directie, met even van de Charme, Mark Overmars.
En dan blijkt opeens dat als je dingen goed uitlegt en gewoon eerlijk en open over bent, dat mensen het ook wel begrijpen en dat ze ook wel geduld hebben. Maar is dit ook die beetje die nuchtere kant van de oud-voetballers die daar dan een rol in heeft gespeeld? Ik denk het wel. En ik denk ook dat supporters zich toch meer voelen aangesproken door dat soort mensen. We hebben het er net over. Hè? Ik bedoel, ja. je denkt ook, kijk, Edwin van der Sar is natuurlijk een icoon. Is iemand die bij de club hoort. Ja. Denkt, en misschien ook wel omdat dat soort mensen toch niet meer voor een bepaald doel of een bepaald financieel target bij zo'n club moeten zitten. Dus als je hier marketingdirecteur bent bij Ajax, dan staat er ook iets op papier wat je misschien wel moet halen. En dan ga je misschien ook wel domme dingen doen. Dat heb je nu niet, want deze mensen doen dat in ieder geval niet meer voor het geld. Nee. Ja. Maar doen het echt voor de club. Dus dat is wel goed. Als fan van Ajax, als laatste, is het realistisch om over 10 jaar Ajax mee te zien vechten in de Europese top? 10 jaar is zo ver weg. Dan is het hele internationale voetbal weer zo veranderd. Ja. Daar kun je geen fatsoenlijke uitspraak over doen. Weet je, als je nu 10 jaar geleden kijkt, dan was er geen crisis, om het iets te noemen. Weet je. Dus je weet niet wat er allemaal is. Kijk, uiteindelijk denk ik dat als je kijkt naar Nederland, is toch een van de meer welvarende landen van Europa. Het hele idee dat er in andere landen waar ze minder welvarend zijn, dat maar automatisch is dat die clubs daar rijker zijn. Terwijl als je gewoon kijkt naar hoeveel supporters er gewoon naar een stadion gaan, dan zitten we dan doen we het helemaal niet zo slecht. Dan zitten we vrij hoog. Dus ik kan niet. Ik weet niet wat financieel de veranderingen gaan zijn de komende jaren. Kijk, heel veel dingen zijn we gewoon doodnormaal gaan vinden. We vinden het heel normaal dat een club 500 miljoen schuld heeft. We vinden het helemaal normaal dat er in bepaalde landen echt 10, 20 keer zoveel voor televisierechten betaald worden. Ja, maar wie weet gaat dat allemaal veranderen. Eigenlijk vinden we dat niet normaal. Maar... Ja, maar we zijn het als feit gaan aan. Internationaal wordt daar gemoren aan gedaan. Ja. Je ziet nu hier dat we nu voor het eerst met die doellijn wordt hier getest bij het koopvertrouwen. Ja. Maar eigenlijk zou dat in het voetbal natuurlijk al lang moeten zijn ingevoerd. Als het om zoveel centjes gaat. Ja. En je ziet dat daar nog zoveel fouten mee worden gemaakt. Ja. Het is gewoon natuurlijk een hele logge conservatieve organisatie. En daar zou dat financial fair play moet daar natuurlijk onderdeel van zijn. Ja. Anders dan strijd je ongelijk. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die voor zichzelf daar zitten. Als we het hebben over de top van de FIFA, die bepaalt over de doelen en technologie. Nou ja, laten we voorzichtig zijn. Die indruk wekken ze wel. Ja. Nou goed, kijk, het is wel Blatter die een eigen plan had met die vijfde en die zesde man. Ja. En die als enige dan een veto heeft. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Ik dank jullie wel voor jullie komst. Ja. En nog veel plezier op de Egon Copa Amsterdam. En ik hoop dat Ajax bij de loting van de Champions League dit seizoen nog het meest bestrijden voor de Europese top. Daar heb ik best wel wat vertrouwen in. Ja, precies. Laten we hopen. Nou, laten we daar ook op hopen. Zeker. Dank jullie wel.